En VVV sluipt omhoog. Langzaam maar zeker staan nu vierde, misschien straks nog derde. Hoe ver zie je ze komen in de play-offs? Ja, ik denk dat wij verder gaan komen. Ja? In de play-offs? Mm-hmm. Ja? Heb je daar... Ja. Nou ja, goed, ik bedoel, nu is het toch wel even, je zit een beetje in een lastige periode natuurlijk. We zitten in een wat mindere periode, ja. Ja. Maar we hebben laten zien, zeg maar, een langere periode dat we het heel goed hebben gedaan. En veel punten pakken. Dus. Ja. Wij gaan ervan uit dat het herstel nog gaat komen. Ja. Oké, okay, ja, goed, als het maar op tijd komt, toch? Zover staan we niet achter VVV, ja. Nee, je zit er nu op 41 punten, VVV 48. Ja. Mark, je zit er dichtbij, hè? Ja. Zo'n periode wat nu even komt dat het minder gaat, hoe komt dat in één keer erin, denk je? Nou ja, dat is altijd heel lastig, ja, om waar dat nou vandaan komt. Zeg maar, voor de winter ging het allemaal vanzelf en pakten we punten en heel verrassend ook, zeg maar. Misschien dat ook tegenstanders inmiddels wat anders naar ons kijken. Ja. Dat ze misschien het eerst zelf van het seizoen wat onderschat hebben of zo. Ja, dit is altijd heel lastig en je begint na de winter stoppen, begin je weer en dan, ja, dan valt het allemaal net niet, zeg maar. Dat is heel raar, want qua voetballen vind ik het niet eens zoveel anders dan voor de winterstop. We creëren nog steeds kansen en wat we voor de winterstop ook deden, we gaven ook al kansen weg, deden we voor de winterstop ook. Alleen het valt nou gewoon niet goed en ja, het is altijd een beetje onverklaarbaar waar het vandaan komt en dat is gewoon heel lastig. Zo verkeerd tegen die 1-1 bij NAC ging het helemaal niet. Nee, maar zeg maar ook na de 1-1 bij NAC krijgen wij de beste kans om de 2-1 te maken, zeg maar. Dan kom je in een 3-1 situatie die je eigenlijk moet uitspelen. Hier is de 2-1, hè? Dat gebeurt dan niet. Dit is de 2-1 van NAC, het Rijnen. En waar het voor de eerste helft van het seizoen eigenlijk allemaal mee zit, zit het nou dat soort dingetjes tegen. En voor mij is het onverklaarbaar. Tuurlijk zijn er dingen waaraan gewerkt wordt, hè, wat we nog moeten ontwikkelen, wat gewoon beter moet. Maar over het algemeen, ja, zit het ook gewoon wat tegen. Dus ik ben er ook van overtuigd dat die ommekeer wel gaat komen weer. Maar wat is dan, als we dan toch met drie grote verdedigers aan tafel... wat is dan het geheim van een goede verdediging? Waar dus het dan uiteindelijk alles begint? Nou ja, ik denk een goede verdediger, dat zit al in je, zeg maar. Maar verdediging, als team zijn, zeg maar. Ja, maar ook de verdediger op zich, zeg maar. Gewoon de agressie waarmee je een bal wilt winnen, zeg maar. En je kunt al heel veel oplossen, verdedigend gezien, met coachen. En dat is heel belangrijk. En daarvoor, misschien hebben wij wat dat betreft nog een hele jonge groep, zeg maar. Die niet zo heel veel ervaring hebben, ook in het neerzetten en zo. Maar goed, dat weten we allemaal. Als je gaat coachen met elkaar, ja, dan kun je zoveel oplossen voor elkaar. En dat scheelt zo enorm veel. Ze zijn nog relatief jong, hè? Nee, ze zijn hartstikke jong, hè. Ik bedoel, ja, nee, eens. Ze zijn hartstikke jong. En zoals ik het geleerd heb, en jullie waarschijnlijk ook, is van je medespelers. Ik heb van Jan Hansen, van Henk Vrezer, van Johan de Kok, Atteveld, allemaal ervaren jongens, zeg maar. En daar leer je de kneepjes van, zeg maar. Want je ziet hoe zij het doen, hoe gemeen zij kunnen zijn. Ja, en dat neem je mee. Mm. En bij ons is dat in ieder geval qua ervaring een stuk minder. En we hamen er heel erg op om dat ze moeten coachen, want dan help je elkaar en ook jezelf, zeg maar. Ja. Dat gebeurt te weinig.